Parkfeest dag 2 voor ons met onder andere Orange Skyline. Daar gaan we zo meteen een interview mee doen. Lekker hier aan het genieten in het Oostpark met veel eten en drinken. En straks gaan we nog praten met Jonna Fraser over zijn optreden, over de muziek. Noem het maar op, het wordt weer een prachtige dag met bier en eten. Op zijn 5 uur in stoptijd met school. Ik ging werken voor de kost. Dat mag je ook voorlezen. Het is gekkigheid, gekkigheid. We staan naast Paul van Bombast. En natuurlijk het Bombast bier wat hier achter wordt getapt. Ja, hoe voelt dat? Fantastisch. En nou ja, vooral fantastisch als je kijkt naar het feit dat die tap die blijft maar doorgaan. En ik weet niet dat Philippe het zelf had kunnen dromen. Maar het loopt lekker. En ik vraag het aan iedereen. Wat vind je er nou van? En nog niemand heeft gezegd, nee, het was allemaal fantastisch. Hoe is het presenteren tot nu toe? Ja, gaat hartstikke goed joh. We hebben eigenlijk vrijdagavond zijn we natuurlijk begonnen. Top weer gehad, zaterdagavond top weer gehad. En kijk zelf maar. Ik bedoel, zaterdagmiddag trouwens 4:30 al. Hè. Het was al gelijk weer volle bak. Nielsen 4:30. En ik kan wel zeggen een goede editie denk ik. Zeker. Heel fris. Beetje zoetig. En een blond biertje. Ik denk dat het beste kan omschrijven van, dit is de meest ideale situatie om te drinken. Zo lekker in het zonnetje, met heel veel vrienden eromheen. Zo eentje. Bombast zelf zou ook wel van genieten, of niet? Met volle teugen. Ik weet niet of je gezien hebt, maar dat is met een knipoog, hè? Ja, dat kan niet anders. Qua weer was het natuurlijk gewoon de mooiste editie misschien wel. Ja, we mogen absoluut in onze handjes klappen dat we mooi weer hebben inderdaad. Parkfeest staat erom bekend dat we meestal een dag flinke regen hebben of heel het weekend regen. Maar nu hebben we heel de weekend deze mooie blauwe gele zon in de lucht staan. Dus dat is fantastisch. Er zijn inmiddels al 30 initiatieven die lopen en sommige al afgerond. Ik bedoel, we kunnen inmiddels het brood kopen, wat je zegt, de stoofschotel eten, het bier drinken. En er zijn heel veel andere, een stuk of 30 initiatieven die nu gaande zijn van speurtochten tot een zogenaamde Bombast ballade. En er worden zelfs al moestuintjes, het is allemaal op een goede bodem, hè? Oftewel, dat komt uit de grond, Bombast. En zo zijn er heel veel initiatieven die afgerond zijn of nog in de ideefase zijn. In ieder geval een enorm leuke club met mensen die dat samen allemaal doen. Allemaal mensen op vrijwillige basis. En allemaal mensen die Oosterhout wel een warm hart toedragen, ja. Als ik dan er eentje uit mag pikken, zeg ik toch kraantje papi. En waarom zeg ik die? Het is helemaal niet mijn smaak of mijn muziekstijl. Maar hij weet er gewoon één groot feest van te maken. En het allermooiste, en daarom vind ik het beste, is dat ik gisteren bij kraantje papi 60-plussers zag springen op kraantje papi. En dat is Parkfeest. Eigenlijk is het nu tijd om er gewoon even eentje te gaan proeven, hè? Heb je nog niet geproefd? Nee, nog niet. Oh, beste Philippe. Zouden we deze heel even mogen? Ja. Nou, ik denk wel dat het gaat lukken. Kijk eens aan. Hoog. Hoog. Nou, ik ben benieuwd. Nou, alsjeblieft. Wauw. Ik ben heel erg benieuwd wie je ervan vindt. Ja, daar gaan we, jongens. Oh. Dat is lekker. Dat is lekker. Aanraden. En dan ook nog bij de beurs op de tap, hebben we begrepen. Ja, op de tap, inderdaad. Zowel Jonk luistert naar muziek van vroeger, als andersom mensen luisteren naar muziek van nu. En dat maakt het zo mooi. We hebben begrepen dat hij zo'n 500 liter heeft laten brouwen. En er staan hier nog een kleine 100, 200 achter ons. Dat niet alleen. We zeiden net al, eigenlijk zou hier een stukje beveiliging om deze bar moeten. Wie was de mooiste artiest van deze editie? Ik vond Sarango een hele leuke verrassing. Ik had nog nooit van de band gehoord. Ik mocht ze aankondigen en ze stonden achter het podium om elkaar flink op te zwepen. En ze kwamen op en je zag het park in één keer in één barsten. En dat was fantastisch om te zien. Eén groot feest. Het was het barretje erbij en ik denk dat we vanaf komend jaar moeten zeggen, je wordt de hoofdbar. Ik heb natuurlijk hier de kaartje in de hand die jullie gebruiken. De magische kaartjes. Wat veel tekst. Ja, weet je, kijk, je moet het zo zien. Die teksten maken we eigenlijk meer voor elkaar. Op het moment als Niels een keer uitvalt, of wat dan ook, moet ik wel weten wat er over die artiest te doen is. Dus vandaar de kaartjes. En het is meer een houvast. Mocht je het even niet weten, kan je kijken. Maar goed, die kaartjes worden eigenlijk niet gebruikt. En de helft van de tekst zeg je toch niet. Dus het gaat om de beleving en de gezelligheid. Naast mij de heren van Orange Skyline. Ja, toch wel een beetje een legende op 3FM onder andere. En zeker natuurlijk jullie verhaal over de instrumenten en de YouTube-tutorials. Ja, ik dacht, voordat ik even voorbereid, ga ik ook proberen een instrument te bespelen. Het is niet gelukt. Dus ik vraag me nu af, hoe is dan wel jullie gelukt? Het is ons ook eigenlijk nog niet echt gelukt. We zijn eigenlijk ook nog steeds bezig. Maar mensen vinden het goed, blijkbaar. Dus gewoon blijven. Wat hebben we gedaan? We hebben gewoon blijven oefenen, nu nog steeds. Naast mij Jonna Fraser, toch wel een beetje legendarisch. Hoe is het gegaan? Ja, ik vond het super leuk. Wat was eigenlijk het gekste wat jullie ooit overkomen is tijdens een optreden? Het gekste.
volgens mij heb ik wel eens een keer in Oosterhout opgetreden, maar ik weet niet precies waar. Ik ben hier ook op schrijverskamp geweest in Roompot. 2 weken lang en dat beviel me ook wel. Chill, veel groen hier. Stripclub. Oh, ja. Oh, vertel me weer. We speelden tijdens de popronde in Emmen. En toen was al tegen ons gezegd door de organisator, jongen, dat ik een mooie locatie voor jullie gefixt. Dus wij komen binnen in een stripclub met zo'n uitloop, catwalk met palen erop en zo. Prima. Wat is nou eigenlijk het gekste wat je ooit overkomen is tijdens een optreden? Gekste wat me overkomen? Ja, huilende mensen dan. Als ik optreden, dat ze daarvoor staan en dat ze huilen, ja. Dat is altijd gewoon gek. Het is al een paar keer gebeurd en elke keer beleef ik het weer opnieuw. En toen kwamen... wisten wij niet. Kwamen er ineens strippers het podium op. En die liepen langs en die gingen in die palen hangen. En ik dacht, ja, ik ga me hier niet laten wegdansen door een stel strippers. Ik doe mee. En dat was te gek. En toen heb ik als een soort Beyoncé had ik een catwalk voor me. En heb ik een hele show met 2 strippers aan mijn zijde kunnen dansen. Het was echt helemaal te gek. En wat heb je nog overgehaald om toch verder met muziek om te gaan? Ja, toch wel mijn moeder. En wat staat de komende week en de komende maanden op de planning? Komende maanden, ja, ik ga een zomertour doen. Dus door de week ben ik langs de Costas. En festivalshows natuurlijk, we staan op Pukkelpop, we staan op Lowlands. Encore festival, dus we gaan ook heel veel optreden. En natuurlijk ga ik ook muziek uitbrengen. Dus het is gewoon doorwerken eigenlijk. Geen komen nog nieuwe liedjes aan? Ja, er komen zeker nieuwe liedjes aan. Dus op een gegeven moment zei ja jongen, is allemaal, je kunt prachtig strippen. Tof en zo. Niet doen op familiefeesten. Het is gewoon raar. Dat is juist de place to be, hè? Dat moet je doen. Maar het is gewoon raar ook voor de vibe. Laatst was ik met mijn opa en oma aan het gourmetten. En dat was niet tof dat ik dat toen deed. Sorry daarvoor, oma. Ik geef een tour weer weg. Genaamd Jonathan. En daar doen we nu een tour voor. En gaan we langs poppodia. En dan treed ik op met liveband. En dat doen we dus ook in Breda. Dus als je kaartje nog niet hebt, ga gelijk naar www.johnafraser.com. Kan je kaartjes halen en dan zie ik jou hier in Breda naast Oosterhout. Zo, het interview met Johnna Fraser is afgelopen. Wij gaan nog even genieten van de zon, van de muziek, noem maar op. Ja, het is mooi geweest. Parkfest 2017, wat een top editie. Ik zie jullie natuurlijk weer bij een volgende video. Tot ziens.